Ik weet niet hoe ik dit moet gaan beginnen, maar ik ging dus laatst onder mijn bed kijken. Daar heb ik allemaal spullen liggen en ik kwam daar dit tegen. Hij moet even uit de doos komen. Ik kwam dus mijn allereerste spelcomputer tegen, namelijk de GameCube, zoals je hier ziet. En ik ga hem nu even aansluiten, want ik heb hier alle kabels en controller nog liggen. En ik ga er gewoon een video mee opnemen hoe ik dit ga opnemen. Ik heb het al klaargezet, zullen jullie zien. Kijk, wacht, ik moet even de GameCube blijven staan. Met deze camera hier ga ik dadelijk mijn beeld filmen. Ik weet het, het ziet er heel raar uit, maar het kan niet met een Elgato opgenomen worden. Dus dat is het enige probleem. Het is nog wel gewoon goede kwaliteit, maar we gaan kijken of die nog doet. Ik weet niet überhaupt nog of er een spel in zit. Moet je even kijken, jongens. Open, denk ik. Is dit open? Ja. Oh, shit, er zit nog een spel in. Mario Kart Double Dash. Hopelijk doet hij nog. We gaan even kijken. Klikken erin, doen het ding dicht. En hier zit niks meer in de doos, geloof ik. Oh ja, hier, het hoesje van de game. Dit is dus de game. Uit 2004 is dit. Holy shit, jongens. Kijk dan eventjes. Dit is echt oud. Nou, we gaan eventjes kijken of hij doet. En we gaan nu overswitchen naar het beeld en mijn facecam. En dan nu, jongens, het magische moment. Gaat hij aan of blijft hij uit voor eeuwig? Hier zit de powerknop. Als die indrukt, moet als goed is dit lampje nog gaan branden. Dat weet ik nog wel van vroeger. En dan gaan we. 3, 2, 1. Oh my god, hij doet het. Oké, ik ga hem nu opnemen, jongens. Dus ik ga nu het gamecam zien. Bam. Oké, we zitten nu dus in het gamecam. Zoals je ziet, het is niet al te beste kwaliteit. Want ik neem natuurlijk met mijn andere camera op. Omdat hier natuurlijk geen Elgato of iets op aan te sluiten. Dus dit is de enige manier waar ik het opneem. Daardoor zie je ook een beetje mijn logo hier in het beeld. Maar jongens, het gaat er gewoon even om dat dit spel nog steeds werkt. En het is gewoon te lang dat ik dit heb gespeeld. Dus uit 2004 of zo. En dit is de controller, jongens. Hij doet het ook gewoon nog. Kijk maar, 3, 2, 1. Hij doet het gewoon nog. En nog een keer. Holy shit. We gaan gewoon even één race doen voor jullie. Als jullie het nou vaker willen zien natuurlijk, laat even in de comments achter. Want het is nou echt lachen dit. Ik zet even mijn geluidjes harder. Oké, let's go. Ik blijf het gewoon geniaal vinden dit. Echt waar. Überhaupt dat ik dit nog heb teruggevonden. Dat is echt gewoon speciaal, vind ik. Let's go. Ik vind het in ieder geval speciaal dat ik dit nog heb teruggevonden. Ik weet niet hoe jullie het vinden. We gaan natuurlijk even kijken of we eerst een plaatje nog kunnen pakken. Want ik... Oh, kut. We hebben een mushroom. Ik was vroeger hier echt gewoon baas in. Ik weet dat je altijd deze turbos moet pakken. Oh, shit. Zag ik die mushroom? Kut. Met zo'n blokje. Er staat derde. Is niet al te best, jongens. Kom op. Ik speel met Mario en Luigi. Dit is Mario Kart Double Dash heet dit. Oh, daar ging hem naar. Zag je dat? Oké, nice. Nu hebben wij allebei wat. Bij deze dingen. We hebben een special. Moeten we even naar de nummer 1 rijden? Waar is de nummer 1? En naar achter gooien. Oh, dit was mooi. Ik ken dit ook gewoon nog, jongens. Ik heb ook nog wat andere spellen, dus laat het even in de comments achter. Of je bijvoorbeeld FIFA 05 wil zien, want dat heb ik hier ook nog op. Gewoon FIFA uit 2005, hè, besef. Dat heb ik hier ook nog op. Dus laat maar weten of je het wil... zien op mijn kanaal en wie weet komt er binnenkort online. Kut, ik ga door een banaan nemen. Oh, kut, er wordt twee keer getroffen. Is dat nog wel eerste plek? Dat is de bedoeling. Oh, die was close. Ik ga nu geen boost nemen. Naar links. Laatste ronde in. Bam. Kom aan. Het stuur, de controls zijn echt nog steeds gewoon zwaar, weet je. Vroeger heb ik dit echt gewoon, ja, ik denk net zoveel gespeeld als dat ik nu Black Ops 3 heb gespeeld. Echt gewoon te veel, gewoon beneden dan nog in de woonkamer, want ik had toen nog geen eigen tv gezien. Dus, en zo. Zo, ik kom even niet aan mijn woorden, kom op. We hoorden dit wel gewoon zo te zien, eerste. Oh, een banaantje. Een banaantje. Nou, hier is de finish. Gooi je deze nog naar achter. En 3, 2, 1. We zijn de eerste geworden, jongens. Holy shit. Eigenlijk was dit al de video. Maar ja, weet je. Zo ziet alles eruit hier zo in deze game. Mocht je nog even deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Ik ga dit vaker spelen in ieder geval. Maar laat dan even in de comments achter wat ik moet doen. Moet ik nog een keer Mario Kart spelen? Of moet ik iets anders gaan doen? Laat het weten, misschien ga ik wel FIFA een keer uploaden, FIFA 05 of zo. Maar het is gewoon even om te laten zien dat dit überhaupt nog werkt. En het is gewoon awesome. Het ding is 2004, dat is nu 12 jaar oud. Damn son. Thanks for watching, morgen doen we een nieuwe video, jongens.
puntje.